27 juni is er de Nacht van MAF. En in het oorspronkelijke plan hadden we dat gekoppeld aan een expositie in het Kunsttorentje. Die expositie gaat nog steeds wel door, maar dan op een iets andere manier. En de expositie is een expositie die heet de aandeelhoudersvergadering. Waarbij het gaat om dat de kunstenaars eigenlijk de aandeelhouders zijn van beeldende kunst. En we hebben kunstenaars gevraagd in Overijssel om een soort statement te schrijven en dat op te sturen en daarbij een kunstwerk te maken. En het gaat dan om mini-kunstwerken. Dat is een kunstenaar in Brabant, Rudy Bos, die heeft een soort mini-paviljoen gemaakt, een mini-museum. En daarin kunnen kunstwerken opgenomen op de maat van 1 op 20. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat kunstenaars dat in konden leveren tijdens een aandeelhoudersvergadering, maar dat gaat nou niet lukken. Dus we hebben er nu een postorder kunstmanifestatie van gemaakt. Dus kunstenaars kunnen hun werk opsturen. En dan moet je denken aan een kunstwerk dat niet groter is dan 10 bij 10 bij 5 centimeter ongeveer. En daar kunnen we de 20 van plaatsen in dat paviljoen. Dat gebeurt allemaal in het Kunsttorentje. Dus dat is vanaf 27 juni, die week ervoor gaan we het inrichten. En vanaf 27 juni houden we ook 's middags nog een digitale opening. Die digitale opening zullen we op een of andere manier proberen te verwerken in de Nacht van MAF. En dat was ook het oorspronkelijke plan, dus dat gaan we nu ook doen. En dan is dat op 27 juni hebben we een nieuwe expositie dus in het Kunsttorentje van iets van 50, 60 kunstenaars die allemaal mini-kunstwerken hebben gemaakt. Als je mee wil doen aan de aandeelhoudersvergadering, kun je naar de website van het Kunsttorentje gaan, www.kunsttorentje.nl. Op de website staat een blokje nu aangegeven, de aandeelhoudersvergadering. En onder dat blokje vind je alle informatie die je nodig hebt om je aan te melden voor dit project. We vinden het belangrijk dat je een statement schrijft, dus daar moet je voor in zijn. En dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde. En als je dat leuk vindt om daarover te discussiëren, want het is eigenlijk een soort discussieplatform. Hoe gaat het verder met de beeldende kunst in Nederland? Op het moment heel erg actueel. Dat loopt al een paar jaar. In Brabant is dat begonnen. Nu begint die beweging zich een beetje door Nederland te verspreiden.